Mijn naam is Bert van Dijk. Ik ben directeur van PIM.info. En wat wij doen is projectinformatiemanagement voor grote projecten, waaronder hoogwaterbeschermingsprogramma's. Ja, de boodschap is eigenlijk, de visie die hier neergelegd wordt door de inleiders, die is eigenlijk gewoon al uitvoerbaar. En onze praktijk al 10 jaar is dat er is heel veel informatie, maar je hebt mensen nodig om die te analyseren en goed uit te serveren. Dat kun je niet aan computers overlaten. Zeker niet in projecten waar je werkt met mensen. Want die willen een uitleg hebben van een ander mens en niet een uitleg hebben van een systeem. Nou, dat is wat wij eigenlijk al 10 jaar doen. Voor een heleboel projecten en nu ook in de waterwereld. De essentie is dat je, als je goede informatie bij elkaar houdt, dat je eigenlijk het hoogwaterbeschermingsprogramma veel sneller en veel beter kan doen. En dat maken wij, doen wij in de praktijk. Dat doen we in Limburg, bij het waterschap Limburg. We zijn nu 3/4 jaar bezig en de verkenning is al bijna afgerond en we gaan al richting besluitvorming. Wij vullen de rol in van de mens achter de informatie.